Oude vrachtschip de Waleer varen we over de IJssel. Van Arnhem naar Kampen. Langs 7 Hanzesteden. We ontmoeten markante bewoners langs de rivier en bezoeken bijzondere plekken aan het water. We laten ons meevoeren door de stroom en gaan op zoek naar het mysterie van de IJssel. Van de mooiste rivier van Nederland. Gaan we zo meteen rechtsom naar Zutphen. We gaan naar beneden. Naar beneden noem jij dat? Ja, ja, we gaan naar beneden. En het wordt al wat breder, dus het gaat lekker langzaam. We hebben de tijd, hè? Ja, gelukkig hebben we de tijd. Hoeveel kilometer is dat? Ik weet het niet. Uurtje? Uurtje varen? Ja, zoiets. Schipverleer komt de haven van Doesburg uit. Is er nog kruis in de vaart op de IJssel. Wat heb jij met het water, Donald? Wat ik met water heb? Ik, nou ja, met de rivier vooral. Ik ben opgegroeid aan de rivier, aan de Waal. Tiel. Ah. En daar heb ik dit soort boten die nu langs, die heb ik wat langs, die heb ik zien. Duwboten. En dan als jongetje proberen met een bootje in de zuiging van die schroef te komen. Als kind, weet je wel. Dat is mijn jeugd. Ja, mooi. Zomers, dan kon je in mijn jongenskamertje, de ramen open, dan kon je de rivier ruiken. En je deed alles bij de rivier eigenlijk, weet je dat? Het eerste zoentje bij de rivier. Leuk. Afspraak met jongens maken om dingen te gaan doen bij de rivier. Liefdesverdriet op de punt van de krib zitten. Bij de rivier. Heel herkenbaar dit. Ja. Altijd zwaaien, Donat. Oh ja. Langs de rivier ligt Kortenoever, een van de mooiste uiterwaarden van de IJssel. Dat is mede te danken aan Hendrik Jan Wassink, een eigenwijze boer die nooit kunstmest op zijn land strooide. Hendrik Jan boert niet meer, heeft alleen nog een paard en een moestuin. Hij woont nog steeds op zijn oude boerderijtje, waar een leven lang herinneringen liggen opgeslagen.
Meneer Wassink. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Donald. Donald. Oh. Fijn dat ik even bij u mag komen. Hier ben ik geboren. U bent hier geboren. Eerste kerstdag. Ah? Eerste kerstdag. En toen kwam dat water kwam op. Ja. Dat was nog niet zo slim. Nee. Maar in 26 zat mijn vader en moeder hier op een eiland. Dus u... Die komen ja. In Brammen komen, die komen hier komen. En toen bent u geboren? Toen was ik er al, ja. Paar dagen. Ja, u bent een kerstkindje. Ja, oh. Want hoe oud bent u nu als ik vragen mag? Oh. Oh. Ja, maar ik word dit jaar nog 89. Oké, dan... Ik ben maar 25, klopt dat? Ja, dat klopt, voor zover ik na kan kijken, ja. Jullie hadden koeien. Ja. En een beetje land. Land. Weiland. Weiland. Bouwland. Voor een beetje roggen, haver. Maar jullie hadden geen machines? Nee. Hè, in die tijd? Nee. Allemaal berentractie. Aha. Beren moesten het werk doen. Bouwland ploegen. Gras maaien. En u was goed met paarden, heb ik begrepen, ja. Hè? Ja. En als ik het ook goed heb... Is het zelf zo dat Rien Poortvliet u ooit getekend heeft? Klopt dat? Ik heb er wel eens van gehoord en geleerd, maar ik ken hem niet. Ja, ik wou graag een keer komen. Je moest een boek maken. Ja. Nou ja, dan doe je dat donderdagmorgen, ik weet niet meer precies. Ja, en dan kwam ik aan. En dan moest ik die pieren aanspannen voor de ploeg. En ik ging zo om 5 uur gingen we weg. Hebt u dat boek nog? Zou ik het kunnen zien? Ja, dat zeg ik wel een keer eens opzoeken. Ja, oh, zou je dat willen doen voor mij? Ik denk dat hij nu komt. Hier. Of niet? Wie is dat dan? Dit bent u volgens mij. Klopt? En dit zijn de paarden, 4. Ja. Als er 4 span? Ja. Hebt u nog paarden? 1 nog. 1. Maar daar hebben we allemaal gelden. Vossen, bruinen, schimmels. Maar ja, dat is 40, ik denk 50 jaar geleden. Die is hier geweest. Ik heb het hier naar de keer. Ja. Grote eggen. Oh, dat... Met die tanden eromheen. Dus geen kippen echt dit? Nee. Nee, dan moet je die paarden voor. Maar dat doen we halters, kettings. Hier, ook halters. Hier, paardentuigen. Hij maar wat bewaard, hij heeft nog wat. Wie wat bewaart, die heeft wat. Oh, dat dacht ik. Dat is mooi. Net een grote karrekussen. Een karrekussen. Kijk, die peren die in die zware karren liepen, die moesten een breed zadel op de rug hebben. Want vroeger waren de wegen niet zo mooi. En dan kon die peren dat niet in de rug hebben. En met hem moest je een breed zadel hebben. Mooi hoor. Ja, dat mooi bewaren. Kijk. Ja, dat vind ik ook. Ik ben blij dat u dat doet. Bewaren. Ik weet niet of het woord gebruikt wordt. Ja. Dat weten we niet. Maar het is fijn dat het er nog is. Ja, ja. Dat heb ik nog gehoord. Volgens mij hebben jullie natuurlijk ook heel vaak hoogwater gehad. Heel vaak. En water gezien. Ja, nee, maar tot hoever kwam dat water dan? Nou, die boerderij zit hoog genoeg.
Ja. Daar komt het niet in. Nee. Ja, door was. Door het water stond. En dan kon ik 95, was dat nog wel terug. Ik kon net om de boerderijen lopen. Ja. Daar stond ook nog een beetje water. Maar ik kon met de klompen om de boerderijen lopen. Maar nog nooit zo hoog gestaan, in 95. Ja. Maar had u dan wel, werd u dan wel geholpen? Keken er dan mensen wel naar u om? In het begin belde de Brummense burgemeester elke dag op. Echt waar, ja. En, maar nog een paar keer over. Maar anders moesten ze mij ophalen. Ik zei, wat moet ik dan heen? Toen zeggen, en ik kan in de muziektenten. Van Brummen. Ik zei, wij doen het, burgemeester. Ik roep er zelf maar in, maar hij komt niet. Maar goed, hij belt nog een keer. En ik zei, maar ik heb brood op. Zeg, zou we brengen. Moest brandweer een bootje gehuurd, moet brood brengen. Ik zei, maar er ook een beleg tussen. Zo gebeurt ook. Is dat nog gebeurd? Ja. Ja? Ja. Wat smeren voor je? Nou, een bolletje. Alhoewel, dat ken je ook zelf goed. Ja, dat kan ik ook heel goed. Smeer jij ze nog wat bij? Ja, roomboter. Ja, dat mag jij wel hebben. Zeg maar, Erik. Ja. We liggen hier nou op de Redellaag. Dat is voor jou wel een apart plekje, of niet? Ja, dat klopt wel, ja. Ja, hier heb ik het schip gevonden. Hier heb je het schip gevonden? Ja. Maar hoe heb je dat gevonden dan? Nou, een vriend van mij had een schip en daar lag deze langzij. En toen was die winter daarvoor gezonken geweest. Dus heeft hij onder water gelegen, tot de stuurt onder water. Maar wie had dat ding ontdekt dan? Ja, hij lag dat daar wist gewoon. Iedereen gewoon. Ja, hij lag daar gewoon. Ja. En toen? Dat is in Nederland zeldzaam, hè? Dat er gewoon ergens een wrak ligt. Ja. En zo zag hij er ook uit. En wat maakte dan dat jij dacht, hé, dat is iets voor mij? Beetje blind, hè? Blind? Hoezo blind? Ja, ik heb dit schip zitten aquarelleren. Ik dacht, goh, hij ziet er eigenlijk wel heel leuk uit. En die eigenaar, die was er eigenlijk nauwelijks bij. En bleek dat hij hem wel weg wilde doen. Hij zag er verschrikkelijk uit, maar op een gegeven moment zag ik het niet meer. En zo heb ik hem gekocht. Ik heb er niet nagedacht. Nee. Dus je kocht een gezonken boot met allemaal zand erin en wat bomen uitgroeiden. En brandnetels. En dat was gewoon één grote. Ja, en dan koop je hem, dan heb je hem betaald en dan gewoon cash nog in die tijd. Ja. En dan kom je aan boord en dan zie je pas hoe slecht alles is. Daarvoor had ik het echt niet gezien. Heb je Zutphen? Zutphen, ja. Ja. Dat komt nu. Mooi stadje, Zutphen. Mooi stad. Echt een stad van betekenis in de tijd van de Hanzen. Ja, ooit was dat. Of het nog zo is, dat weet ik niet. Ik denk wel. Het is wel een mooi stadje. Ik kom er graag. En voor ons is het ook heel herkenbaar nu, hè? De toren. En die oude windmolen. Dan weet je, we zijn. Ja, die toren vind ik prachtig. En de skyline vind ik ook heel mooi. Ja. We gaan er even in, hè? Ja, we gaan er even in. We gaan even kijken. Thank you.
Ze noemen Zutphen schone slaapster aan de IJssel. Maar eeuwen geleden was Zutphen een stad van betekenis. Het maakte deel uit van de Hanze, een handelsverbond van 200 steden. Van Londen tot Novgorod. Zutphen was rijk, maar een wereldstad is ze nooit geworden. Toch herbergt zij een van de oudste bibliotheken ter wereld. De Librei, verstopt achter de Walburgiskerk. Deze kerk bevat de Librei. Hoe oud is deze kerk eigenlijk? Nee, dat is niet helemaal zeker, maar men is zeer waarschijnlijk al rond 1100 begonnen met een kerk. Moet hier misschien al wel een kerk gestaan hebben. En van Lievelee is die kerk gegroeid. Hij is hoger gemaakt, hij is breder gemaakt. De toren is er. Hij heeft twee torens gehad, maar de toren is op een gegeven moment ook weer ingevallen. Zoals hij nu is, was hij rond 1500. Dus alles wat we nu zien, bestond toen al. Alleen, de kerk was wel veel en veel voller. Hier stonden, totaal, katholieke kerk, 32 altaren. Vandaar ook dat hij zo groot moest wezen. Die hoogte, dat is natuurlijk ja, ter meerdere ere van onze lieve Heer, maar en van de bouwers uiteraard. Maar die oppervlakte, die had men gewoon nodig voor zoveel altaren. Hier staan belangrijke boeken over theologie, recht, letterkunde en geschiedenis. Je mag ze niet aanraken, je kan er niet in lezen. Het is niet de inhoud van deze boeken die de Librei uniek maakt. Het bijzondere aan deze bibliotheek is dat deze vrijwel ongeschonden de eeuwen heeft overleefd. Hoewel er in de collectie een enkel boekje ligt dat werkelijk nergens ter wereld is te vinden. Hoe oud is de Librei eigenlijk? Dit jaar is hij precies 450 jaar oud. En als je dan terugrekent, dan zit je dus precies in de eeuw dat de reformatie plaatsvond. Luther, die eigenlijk de hele kerk door wat hij, de beweging die hij in gang gezet heeft, op de kop gezet heeft. Ja, tegen de paus. Tegen de rijkdom van de katholieken, dat verhaal. Dat verhaal. Ja. Konrad Slindenwater was hier kerkmeester. Ja. Die reisde een keer door Duitsland in die jaren en zag toen dat zich als een inktvlek uitbreidde. En toen dacht hij, daar moet ik een dam tegen opwerpen. Tegen de reformatie. Dat willen we niet hebben in Zutphen. En die 32 altaren, die moesten blijven staan. Ja, ja. En toen bedacht hij eigenlijk een hele moderne methode. De trend was, hou mensen maar dom. Laat ze nou alsjeblieft niet lezen. Want dan kunnen ze ook de stukken van Luther lezen. Kunnen ze zien wat er echt in de Bijbel staat. Maar hij gaat daar tegenin. Hij zegt, nee, als de mensen nou maar de goede boeken lezen, dan gaan ze met die Luther niet mee, dan blijven ze goed katholiek. En daar kwam dus de gedachte uit voort om iedereen in de gelegenheid te stellen van die goede boeken kennis te nemen. De eerste openbare leeszaal van Nederland. Met een speciale bedoeling. Met een heel speciale bedoeling. Waarom zitten die boeken eigenlijk aan kettingen? Ja, kijk, een openbare leeszaal. En die deur heeft geen portier die de mensen kan controleren. Dus je neemt ze zo mee. Dus die kettingen die ik hier zie, die zijn uit die tijd? Ja, alles wat je hier ziet, komt uit die tijd. 1564. Toen is hij geopend. En zo is het nog. Zo. Wat zien we hier dan? Hier staan afdrukken van de poten van de duivel. Toen hier pas de zaak geopend was, kwam de duivel hier in de gedaante van een hond om de mensen weg te jagen die hier vroom wilden worden. Maar toen heeft men, en dat brandde dus
in die hete poten, in die gebakken stenen. En toen heeft men er wijwater in gegooid. Ja, en daar kon de duivel niet tegen, dus die kwam er daar niet meer. Het is een mysterie. Nou, heb ik begrepen dat geen van deze boeken die we hier zien liggen zomaar ter inzage zijn. Maar hier ligt toch wel een prachtig, bijzonder boekje van Erasmus. Ik heb begrepen over grammatica. En dat ziet er wel heel erg bijzonder uit. Ja, dit is een boekje dat geschreven is door Erasmus en uitgegeven is in 1526. Dus het is nog ouder als de Libraïe. De eerste druk van zijn grammatica. En die is bewaard gebleven met een aantal andere schoolboekjes. Want het is een schoolboekje. Ja. Hier in de Latijnse school. En een goede honderd jaar geleden is het hier in deze bibliotheek terechtgekomen. Het is een schoolboekje dit, hè? Het is een schoolboekje. En dat kun je ook wel zien. Als ik kinderen dat vraag, wat is dit voor boekje? Zijn zij de eerste die zeggen, dat is een schoolboekje. Kijk maar. Er zitten tekeningetjes in. Er is alles bijgeschreven, maar er zitten ook allerlei vogeltjes getekend. Dit heeft een leerling in 1526, iets later waarschijnlijk dan, maar eendjes getekend. Ootjes ingevuld en vooral daaraan herkennen de kinderen het, want die doen dat natuurlijk ook. Dat doen kinderen, ja. Maar het bijzondere is dat van al deze boeken, daar zijn wel meerdere exemplaren bekend. Ja. Dus het kenmerk van drukwerk is, het is nooit uniek. Nee. Maar van dit boekje zijn geen andere exemplaren. Het is het enige. Dit is het enige. Ja. En als je er een weet te vinden, Nou dan willen we dat eigenlijk maar niet weten. Nee, dan wil je het beter niet weten. We staan op de Walburgiskerk in Zutphen, aan de IJssel. Tot 1600 was deze kerk 117 meter hoog, gebouwd door de bisschop van Utrecht. Toen die klaar was, bleek die 5 meter hoger te zijn dan de Dom in Utrecht. Het zou mij niks verbazen als die bisschop daar van gebaald heeft. Of die brand die er daarna kwam iets mee te maken heeft. Je weet het niet. Denk het niet. Heilige Antonius, die kon het weten. Hij schreef mij een brief, beste vriend, weet je wat? Soms is het beter om iets moois te verliezen. Beter verliezen dan dat je het nooit hebt gehad. Vanaf vandaag niks meer te vrezen. Vanaf vandaag weet ik dat. Soms is het beter om iets moois te verliezen. Beter verliezen dan dat je het nooit hebt gehad.
Dat is prachtig, jongens. Allee. Mag ik even op jullie proosten op dit... Proost. Prachtige muziek, dit. Erik. Proost. Jongen. Proost. 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 We houden eruit. Ja. Daar gaan we. Oei. Maakt het wat uit voor jullie, als je aan de rivier speelt, gebeurt er dan wat anders? Het geluid gaat anders, het kaatst niet terug. Het verdwijnt eigenlijk letterlijk in de ruimte. Ja. Als je in een ruimte bent, komt het weer terug op je af. Dat is ook wel fijn, maar nu is het een soort van... Dan gaat het, waar gaat het naartoe dan? Picknicken in de zolder, dan ben ik muziek maken. Ja. Dat vind ik heerlijk. Ja. Voor wat mij betreft mogen jullie de hele avond spelen. Oh, dankjewel. Ja. Ja. Dat kunnen wij ook. Ja? Dat horen we best vaak, ja. 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 Ja, leuk man. Eigenlijk is het gewoon... Als wij beginnen, is het een rivier, als je maar wilt zeggen, wilt zien, die gewoon eigenlijk door wil gaan. We kunnen eindeloos spelen, als er maar genoeg bier langskomt. Ja, flauw, maar ik weet niet, met Eugène, met mensen met die ik ook gewoon vaker met Eugène samen heb gespeeld, komt het sfeertje van, dit willen we meer, komt aandacht, komt samenspel, komt... Ja. Er komt niks anders dan muziek. Ja. Dat is het. So come fill up your glasses with brandy and wine, whatever the cost, I will pay. So be easy and free when you're drinking with me. I'm a man you don't meet every day. De IJssel nam ons mee. Mooie exemplaren mens wonen aan de oever. Soms hun hele leven. Eenzaam? Eenzaam ben je als je niet alleen kunt leven. In de avondzon zongen twee mannen hun lied. Het is beter iets moois te verliezen dan dat je het nooit hebt gehad. Goed om te onthouden als we verder gaan over de IJssel.